De Amazon Conservation Rangers uit Matawai, Kuruni en Apatina hebben de afgelopen 5 dagen computertrainingen gevolgd. Deze zijn gisteren succesvol afgesloten. De diploma-uitreiking vond plaats in de computertrainingzaal van Stibula de Latour. De training maakte deel uit van het capaciteitsversterkingprogramma van het Amazon Conservation Team Suriname, ACTS. Stibula steunt het project vanwege haar dienstverlening aan inheemsen en Marons. Het ACTS stimuleert duurzaam beheer van het bos als natuurlijke hulpbron. Daartoe zijn lokale toezichthouders aangesteld, de zogenaamde Amazon Conservation Rangers. De rangers moeten erop toezien dat de leefgemeenschappen niet in gevaar komen door toedoen van schadelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld illegale houtkap of goudwinning. Ze zijn daarom opgeleid in veldvaardigheden en het gebruik van instrumenten, waaronder computers. De rangers worden ook ingezet om data te verzamelen in het bos en die digitaal te verwerken.